twee sticks. En met die ene stick beweeg je, de linker. Het enige wat ik doe, ik zit achter de computer met een joystick en ik kijk naar een scherm. Dat is ook wat je voor Nintendo gebruikt, toch? Zo'n ding? Ja, en met diezelfde joystick kan je eigenlijk in deze ruimtelijke wereld rondlopen. En nu zie je heel vaag... We zijn al begonnen? We zijn eigenlijk al begonnen. Het enige wat ik zie is een wit scherm met kleine grijze balletjes die op mij afkomen. Ja, oh, heel relaxed. Ook een rustig geluid. Krekels, vogels. Ik ben Nicky Smit en ik ben game designer bij Utrechts gamebureau Monobanda. Jullie hebben een soort van zen game ontwikkeld, Remembering. Wat is dat voor spel? Remembering is eigenlijk een passieproject tussen Sonic Picnic, dat is een sound design studio, en Monobanda. En wat wij samen wilden maken was eigenlijk een game waarin geluid voorop stond en waar je eigenlijk wordt meegesleurd in interactief geluidslandschap. Wat is het idee erachter? Het idee is dat geluid eigenlijk een heel bijzonder en fijn medium is. Waar je heel veel emotie aan kan koppelen. Vaak als je een liedje hoort, kan dat je terugvoeren naar de tijd dat je dat liedje voor het eerst hoorde. Maar toch wordt geluid vaak gebruikt als omlijsting van iets anders. Dus je hebt de achtergrondmuziek, wordt het vaak genoemd. En wat wij juist wilden doen, wij wilden kijken wat er gebeurt als je een spel maakt wat echt puur alleen om het geluid draait. En het idee erachter is dat mensen gaan ontspannen, mooie dingen gaan herinneren? Ja, het idee erachter is eigenlijk is dat als je dingen niet te veel invult en dat mensen dan zelf hun eigen fantasie erop los gaan laten. En natuurlijk leiden we mensen wel, maar daarbinnen laten we mensen eigenlijk, net zoals bij een gedicht, we laten mensen vrij om daar meer bij te voelen. Mediteren lukte me niet, maar ik moet zeggen, dit spel, en dat komt misschien omdat ik een beetje kan focussen op die druppels, dat helpt wel veel meer om te focussen. Of in ieder geval rustig te worden. Ja, je gaat eigenlijk door verschillende gevoelens heen, verschillende hoofdstukken, die elk hun eigen thema hebben. Dus de ene is heel erg gericht op natuur en de andere is juist heel erg gericht op een soort van menselijke chaos. Maar zijn deze zen games nu een hele nieuwe trend? Nou, je ziet wel dat er steeds meer games zijn die proberen wat nieuws te doen. En wat je ook ziet is aan de opdrachtgeverkant dat bedrijven steeds vaker games inzetten om iets te kunnen bereiken. En niet alleen reclame, maar bijvoorbeeld ook zoiets als healthcare of wellness. Nou, hier kom ik in een soort van vrije val. Ja, een vrije stijg. Je bent in ieder geval door de hele wereld. Al die gedachten die laat je bijna los van jezelf. Of die gedachten nou omhoog reizen of jij zelf naar beneden. Ja, dat mag je ook zelf interpreteren. Het is wel heel chaotisch. Ik begon zo rustig. Geduld is ook belangrijk.